Hey jongens, je bent weer Dennis, a.k.a. Danske, en vandaag hebben we jullie weer een nieuwe GTA tip. En in de video van vandaag ga ik met jullie bespreken hoe je auto's gratis kan laten repareren. En dit is iets wat ik eigenlijk al heel lang wist. Alleen ik nooit bij stil had gestaan om eigenlijk een video over te maken. Dus ik denk, ik maak er toen nog even snel een video over, want het is eigenlijk heel makkelijk. En vooral als je bepaalde soort van ontsnappingen probeert, dan is het wel makkelijk. Bijvoorbeeld uiteindelijk je auto maar kapot is. Bijvoorbeeld met helikopters, die storten na een tijdje neer. Vliegtuigen storten na een tijdje neer. Nou, als je dan deze trick doet, dan is hij weer gerepareerd. Dus dat is op zich wel handig. En ik ga even mijn Vito helemaal naar de kloten, zodat jullie kunnen zien hoe je dus gratis kan repareren. Dus pak een mooi muurtje. Hoppakee, hey. Nou, hij zit vast. Oh, nou niet meer. Hij ziet er nou wel best wel lelijk uit. Maakt niet uit, maar ik heb hier dus allemaal shit omdat hij ja, overal eigenlijk een beetje tegen kan. Hij heeft meer armor als het ware. En volgens mij is dat voor het grootste gedeelte alleen voor kogels of tegen kogels eigenlijk. Maar hij moet volgens mij toch wel een beetje kunnen hebben. Maar we gaan hem even voor helemaal naar de kloot rijden. Het liefste is op die rand dat die banden vastzitten. En dan kun je heel goed zien wat het verschil is. Ik kom bijna niet vooruit, jongens. Dit ding is zo traag. Ja, op zich is hij niet zo heel traag. Het is echt een enorm vette wagen. Het is een speciale driftwagen. Die kun je eigenlijk vrijwel niet winnen in de game. Of ja, vrijwel niet. Je moet gewoon geluk hebben. Ik heb er in ieder geval drie dagen voor gezocht. En het was best wel random. Ik heb drie dagen voor gezocht. Toevallig zocht ik vandaag niet. Ik switched even naar die naar Michael toe. En hij was bij die filmdinges. Bij die filmset. En ik rijd die garage, die parkeerplaats op en hij staat daar. Dus ik had echt zoiets van, damn it, al die tijd gezocht en nu staat hij daar gewoon random ineens. Maar oké, ik moet even iets in de kloten. Hoppakee, hij kan wel veel hebben. Nou, dan moet ik hem toch een keertje nekken. Trouwens, tip, het is niet echt een tip. Maar die Porsche die je net daar zag, hoe heet het ding ook weer? Hoe heet hij? Oh, maar trouwens, mijn band is al kapot. Even kijken hoe die heet. Nee, een Comet trouwens, ik weet het al. Nee, rij me niet dood. Gek. Die Comet, die moet je tunen. Ik zweer het je, dat ding vind ik echt zo baas om mee te driften. Beter als dit ding, maar dit ding is gewoon... gewoon een legend. Oké, de auto ziet er al redelijk kapot uit, lijkt mij. Dus we gaan even trucje doen. Het is eigenlijk heel simpel. Je doet het pijltje naar beneden en dan kun je karakters kiezen, zoals jullie weten. Nou, ik kies gewoon een random karakter. Maakt niet uit wat je kiest, kies gewoon iets. En je switcht even naar, in dit geval dus Michael toe. Nou, heel leuk. Dat gaan we even doen. Kan even duren. Dat vind ik op zich altijd wel balen. Het duurt best lang, dat switchen. Maar op zich wel mooi gemaakt. Het is net zoals bij Midnight Club. Bij Midnight Club was het ook altijd dat switchen vanuit de lucht als het ware. That's better. Nou. Hij heeft geen auto. Hoe komt hij hier? Hey, bitch. Oké. We gaan even terug naar, weet je ook, Franklin? Ik vergeet iedere keer de naam. Of ja, vergeet ze niet, maar ik heb wel iedere keer zoiets van... Oh ja, dat was hem. Dus ik weet het wel, maar ik moet er even opkomen. Nou, we switchen weer terug. En hij is fixed. Oké, je ziet alleen nog de ramen zijn kapot. Maar dat is minimaal, weet je wel, hij rijdt weer. Als bijvoorbeeld die banden kapot zijn en hij rijdt niet meer, dan ben je een beetje fucked. Dus jullie snappen wat ik bedoel, dan zit heel die banden klem, dan kom je bijna niet meer vooruit. En als je dan dit doet, is hij weer gerepaired. Ik vind het wel raar dat die ramen dan alsnog steeds kapot zijn. Ik weet niet hoe dat komt, maar we gaan even kijken of we nog verder naar de kloten kunnen rijden. Zo zonde deze auto, zo zonde. Even serieus, ik vind deze auto vetter als al die dikke wagens die allemaal miljoen kosten en zo, die ik allemaal in die andere garage heb. Die heb ik nog nooit gebruikt. Dit ding is echt gewoon... Dit vind ik echt gewoon zo'n awesome auto. Het is gewoon perfect. Als ik deze in multiplayer kan krijgen, sowieso dat ik hem precies hetzelfde maak in multiplayer. Je zult misschien wel denken, what the fuck is dit voor kleur jongens, what the fuck? Maar dit is Midnight Purple en dat is een speciale kleur voor Nissan GT-R. Ik weet niet of dat speciaal voor Nissan GT-R is, maar in ieder geval, het is een bekende kleur onder tuners. En misschien zul je nou denken van what the fuck, maar in ieder geval als je dat vaak ziet, dan denk je eigenlijk van hij is eigenlijk best wel bruut. Dus ik moest deze gewoon gebruiken. Zo. En die velgen, ja, het is een driftauto. Driftauto's hebben altijd van die vage velgen. Of meestal, dat is niet per se. We maken hem gewoon een beetje stereotype. Ik moet hem even op de rand rijden. Oh, sorry. Ja, dat had je nou niet moeten doen. Als hij gewoon stil blijft staan, dan had ik hem niet gehit. Ja, dan moet hij aanlopen. Hè. Dan krijg je dat.
Ik weet zeker dat ik hem daar nog in het water rijd. Dan kan ik hem niet meer fixen. Ik kan er geen boot van maken, helaas. Want ik vlieg daar door de ruit in, ben ik dood. Dat vind ik al bij die auto van Franklin. Ik weet niet hoe die ook nog heet. Buffalo of zo. Of in ieder geval, daar lijkt hij wel op. Volgens mij heet die in San Andreas heet is een soort auto de Buffalo. Volgens mij hier helemaal niet. Maar die auto gaat wel snel kapot, jongen. Als je ergens tegenaan rijdt, zo op die rand bijvoorbeeld. Ja, rijd alles gewoon mis. Het is echt typisch. Maar bijvoorbeeld op zo'n rand, dan komt hij gewoon niet meer vooruit. Dan zit die band gelijk klem. Terwijl ik kan gewoon nog rondrijden. Dat is best wel sick. Deze auto is echt een tank. Die ding kan volgens mij ook zelfs meer hebben dan een tank. Zit hij nou klem, de band? Die band. Nee, hij zit gewoon nog niet klem. Maar een klein beetje. Hij valt er bijna af. Ik wil dat hij eraf valt. Hij rolt, man. Oké, we gaan even nog een muur, want hij rijdt gewoon nog steeds redelijk en dat was een fiets. Zo zie je hem nooit en als je er zelf weer rijdt, dan rijdt er 50 rond. Dat is gewoon een fact. Hots. Veel voorkomend ongeluk zo. Hij begint al te roken. Als hij in de fik staat, kan ik nog switchen. Ik kan daar alleen niet meer naar rechts bijna. Oh crap. Ik weet niet, kan switchen als de politie achter me aan zit, volgens mij niet. Ah, fuck. Oké, nou hebben we een probleem. Hoe de fuck kan ik nou... Mijn auto is half kapot en dan moet ik nog de politie zien kwijtraken ook. Maar kijk, best wel grappig vind als je naar die garage gaat van Grove Street. Dan blijft de politie gewoon achter je aan. Dan wil ze jou bijvoorbeeld gewoon naar binnen zien rijden. En dan blijven ze gewoon achter je aankomen. Dus ze zijn wel weg bij die deur. Dus als ze daar gewoon zouden wachten, dat zou gewoon slim zijn. Maar dat doen ze niet. Maar ja, je blijft je sterren houden als het ware. Oh... Ja, jongens, die bocht kan ik zo niet nemen. Oké. Rijden. Weer een Vito. Juf. Maar deze is baas. Weer een Vito. Ik zweer het dat er daar ook mensen zijn in de comments die echt al, ook al net als ik, super lang zochten als een Vito en dan deze video zien en dan... facepalm. Dan echt denken van, waarom kan ik hem niet vinden? Maar deze klootzak wel. En dan zoveel. Zo, weg op. Ach joh, we kunnen ze makkelijk kwijtraken. Het beste trouwens om de politie kwijtraken is volgens mij bij die... hoe heet dat ook weer? Die rijke buurt. Ik zal even op de kaart kijken als ik de politie kwijt ben. Ik rij hem hierin, dat is vet. Oh, hij kan niet eens ervoor. Oh no. Hier jongen, we gaan hem importeren. Oké, we zijn de politie kwijt. Wat ik bedoelde om de politie kwijtraken is volgens mij rond dit gebied. Hè. Is een beetje hier zo. Heb je heel veel van die dikke huizen met twee van die poorten. En dan rijd je de ene poort in, dan gaat die gelijk weer dicht achter jou. En dan rijd je de andere eruit. En dan blijft de politie er allemaal vastzitten. Maar nou, kijk mijn prachtige auto. Het is goed als nieuw. We gaan naar switchen. We gaan gewoon even naar Trevor. Waarom? Gewoon omdat het lachen is, weet je, wat maakt het uit. Het maakt dus gewoon helemaal niet uit naar wie je switcht. En het wordt gewoon automatisch gefixt. En vooral met helikopters en vliegtuigen vond ik dat super chill. Want als die dingen beginnen te roken, dan is het foute boel. What the fuck? Oh, hij heeft weer wat gebruikt, hoor. Ik hoop dat het geen meth is. Crystal meth. Oké, hoe komt hij in die broek? Lol. Nou, we switchen weer terug. Hij heeft het in ieder geval heel druk nou, dus we gaan mooi weer terug naar Franklin. En dan kijken we eens naar mijn auto. Wat trouwens ook grappig is, hè. Als je bijvoorbeeld als Franklin speelt, kun je Michael gewoon vinden in de map. Dus als jij gewoon eerst als Michael speelt en je rijdt naar een bepaald punt toe en dan pak je bijvoorbeeld Franklin. En dan rijd je naar precies hetzelfde punt toe, dan kun je hem dus gewoon zien en dan kun je gewoon zijn auto als het ware jatten. Dat is best wel grappig. Maar deze auto is weer gerepaired en dit is dus gewoon een manier om gratis je auto's te repairen. Oké, die ramen zijn kapot, maar hij rijdt tenminste weer als vanouds. En ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Die ramen zijn eigenlijk vrijwel altijd kapot als een auto jat. Dus misschien dat het daaraan ligt omdat hij gejat is. Dat daarom die raam automatisch kapot is. Maar ja, ik hoop dat jullie het handig vonden. Eigenlijk hoop ik dat jullie het nog niet wisten. Waarschijnlijk wisten jullie het al. Ik wist het in ieder geval al best wel lang. Maar ja, zoals ik al zei, ik was eigenlijk... Ja, ik heb er nooit bij stilgestaan van... Oh, zal ik hier eens een video over maken? Maar het is toch wel iets wat vrij handig is om te weten. Dus denk ik, doe het alsnog. Maar ja, als jullie de video leuk vonden, laat een like achter. En dan zie ik jullie waarschijnlijk... wanneer? Ik probeer vandaag nog.
Want ik heb al een paar dagen niks geüpload en dat is niet dat ik geen video's heb gemaakt. Ik had toevallig gisteren een video gemaakt, dat ging over je geld verdubbelen. En ik dacht een manier te vinden, of gevonden te hebben, om je geld te verdubbelen. Maar achteraf was die gebeurd of zo, het werkt niet meer. In ieder geval, dat was dus met die Bastek aandelen. Wat zei je? Gek, jongen. Dwaas, begint er maar te schieten. Maar in ieder geval met die Bastek aandelen, die stonden allemaal op 100%, waardoor je eigenlijk je geld zou kunnen verdubbelen. En ik had dus allemaal aandelen gekocht en ik had al een video erover gemaakt, omdat ik wist dat het de eerste keer wel werkte. Maar niet bij mij, dus bij andere mensen. Maar de tweede keer, dus bij mij, werkte het niet. Dus ik heb de video uiteindelijk verwijderd, want ja, het moet natuurlijk wel werken. Ik moet wel bevestiging hebben dat het werkt en het werkte dus niet. Dus ja, ik denk ik verwijder de video maar. Dus het is niet zo dat ik gewoon live ben geweest en ik video's heb gemaakt, want ik had eigenlijk wel een video. Maar ja, ik heb uiteindelijk besloten om hem niet online te zetten, omdat hij gewoon niet klopte. Maar ja, zoals ik al zei, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Blijf er omheen lullen. Ik weet niet hoe lang nou al onzin aan het praten ben. Dus ik zie jullie de volgende keer waarschijnlijk alweer. En laat alsjeblieft een like achter. En houden we.